Is deze onderkant? Ah ja, merci. Ik begin met zo'n beetje de winnaar van publieksprijzen te voelen. Maar het is de mooiste prijs die je kunt krijgen natuurlijk, als de mensen het boek goed gevonden hebben. Alleen denk ik in dit geval, dat moest de vraag geweest zijn, wat is het slechtste boek van 2008? Dat ik die prijs ook gewonnen zou hebben, omdat heel veel mensen hem kunnen lezen hebben in het boek. En ik heb ook hier en daar mogen lezen dat het een verschrikkelijk stronboek is. Dus voilà, dus toe wel deugd om ook de andere kant eens te horen en te mogen vernemen dat het een goed boek is. Of dat mensen het graag gelezen hebben. Voilà, dus bedankt. Het doet mij plezier.